meer bomen gekapt dan het jaar daarvoor. Hoe komt dat nou? Brazilië werkt aan een nieuwe boswet, waardoor er in de toekomst nog veel meer regenwoud gekapt mag gaan worden. En dus zijn veel boeren en grootgrondbezitters nu alvast maar begonnen met kappen. Volgens de Nederlandse primatoloog Mark van Roosmalen kan die wet het einde betekenen van het Amazone-regenwoud. Bioloog en primatoloog Mark van Roosmalen. Hij is weer terug in zijn zo geliefde Brazilië.